Hallo, allemaal. En ja, mensen gaan mij appen en sms'en en briefjes schrijven en e-mailen en brieven schrijven. En brieven schrijven op waar de snelweggames gebleven zijn. Ja, ik zit weinig meer op de snelweg. Dus ja, er zijn ook weinig snelweggames. Maar als ik op de snelweg ben, dan probeer ik wel een snelweggame te scoren natuurlijk. Maar je hebt mij natuurlijk niet nodig voor snelweggames, want snelweggames is een universele game. Dat moet je zelf doen. Ik heb het alleen maar verzonnen. Ik ben de grondlegger. Ik ben, laat maar zeggen, de godfather van de snelweggames. Althans, ik heb het niet uitgevonden, maar ik heb het snelweggames genoemd. Dus ja, dan mag je jezelf godfather noemen. Dus dat doe ik dan ook. Ontzettende G die ik ben. Maar goed, ik zit nu toevallig op de snelweg. Dus dan kijk ik altijd of ik ergens een lekker wijf zie. En als ik dan een lekker wijf zie, ja, dan probeer ik hallo te zeggen of zo. Nou ja, dat is eigenlijk de essentie van snelweggames. En dan heb je nog een heel puntensysteem, weet je. Als je er aan de kant weet te krijgen en dat je een pijpbeurt krijgt, dan is dat 2 punten. Als je dan, maar zeggen, een telefoonnummer weet te scoren. Want dat is eigenlijk nog moeilijker om dan iemand langs de kant te krijgen om gepijpt of te beffen. Mag ook, of vingeren. Weet je, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Neuken is wel een bonuspunt. Want ja, dat doe je toch minder snel dan bingeren en veffen. Bingeren en pijpen. Nee, pingeren en pijpen. Kijk. Daar was de snelweggamer, maar die zat niet op te letten. Die zat een beetje aan de puisten te voeten. Ze zit nu wel achter mij. Dus ik kan kijken of ze me inhaalt. Zal ik dat doen? Ga ik extra langzaam rijden? Dan kan ik kijken. Maar ze was niet onwijs lekker. Dus ja, ik houd altijd wel in de smissen. Maar goed, mocht je een telefoonnummer scoren en telefoonnummer en neuken, dat is helemaal een dikke bonus. Kijk, nou, dan ga ik even naar rechts. En dan gaan we even kijken of dit snelweg gameswaardig is. Ja, daar komt ze hoor, in de Seat. Even checken. Nou. Maar ze keek niet. Dat is geen punten voor mij. Oogcontact en een beetje flirten. Als het echt gemeend is, dat is dan 1 punt, weet je wel. Als ze je echt leuk vindt. Wat ik dan heel vaak heb, is dat ze dan eigenlijk bijna die auto uitglijden van zo leuk is dat ze me vinden. Ja, dat is gewoon een punt. Nou, en dan vingeren, pijpen, beffen en reetvingeren, dat is dan 2 punten. En echt intervaginaal penetratie, dat is dan. Of reetneuken, dat kan ook natuurlijk. Dat is dan 3 punten. En als je dan ook nog een telefoonnummer weet te scoren, ja, dan wordt het waarschijnlijk je vriendin. En dan is het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Maar het is wel een punt waard. Dat jij het aandurft om überhaupt zo'n relatie aan te gaan. Want ja, je hebt er al geneukt. Dus waarom moet je dan überhaupt nog een telefoonnummer hebben? Denk ik dan. Dus ja, de snelweggames. Ik bedoel, ja, speel het spel. En denk aan mij als je het speelt. Nou, niet als je dan toevallig, als het dan gelukt is, moet je niet aan mij denken. Ja, je kan wel aan mij denken. Dat je denkt van, oh, ik ben nou Vincent is een kut en aan het neuken. Maar ik denk niet dat je daar echt onwijs blij van wordt of zo. Nou ja, eigenlijk denk ik dat ik best wel een lekker kutje zou hebben. Als ik een kutje zou hebben, zou ik best wel een geil kutje hebben. Weet je wel, en jullie denken nu, zit hij dit nou echt allemaal te vertellen met een baby achterin? Ja, ik zit dit allemaal te vertellen met een baby achterin. Hij begrijpt het wel, maar hij begrijpt het toch nog niet. En ja, van wie kan je het beter leren dan van de grondlegger van de snelweggames? Ik bedoel, snelweggames. Ja, nou ja, dus dat eigenlijk. Daar zijn de snelweggames gebleven en ik laat het stokje nu. Ik geef het stokje uit de handen. Ik laat het nu aan jullie over. En jullie moeten nu de snelweggames gaan spelen. Let wel. Bij het puntensysteem. We moeten wel bewijs hebben. Dat allemaal is gebeurd. Je kan wel zeggen. Ja, ik heb mijn wijf gevingerd langs de A16. Maar ja. Wie gelooft dat nou? Weet je wel. Zeker met zo'n kop als jij. Dat gelooft niemand. Als ik dat zeg. Dan zegt iedereen gelijk. Oh, waarom heb je er niet gelijk 2 gevingerd? Weet je wel. Dus dat is een beetje, kijk, bij mij is er geen bewijs nodig, hoewel ik wel heel graag bewijs wil leveren voor jullie, als dat er dan is. Maar als jullie dan punten willen krijgen, ja, dan moet je bewijs bij mij inleveren. En dat kan je gewoon naar me mailen, naar jemoeder43@hotmail.com. En ik zal dat dan niet online zetten, maar ik zal de punten wel online zetten. Dus ja, wil jij de winnaar worden van de legendarische Snelweg Games 2024? Oh, kijk nou eens, 2 exemplaren in 1 auto. Ja, die gingen naar Delft en ik moet naar fucking Rotterdam. Nou, in ieder geval. Hé, kijk daar. Hoi. Dat is een leuke snel. Oh. Nee, die gaat bot voor dikkies. Ik wilde er laten zien. Het was een hele mooie snelweggame. Ze heeft ook 2 uitlaten. Nee, nou, de meeste snelweggames hebben 2 uitlaten. Ja, en inlaten. 2 uit en inlaten. Nou ja,
Wat een gouden hoer. Dus ik draag het stokje aan jullie over. En willen jullie de winnaar worden van de legendarische Snelweg Games 2024. Ik zou zeggen, schroom niet. En let the games begin. Want de games lopen tot en met het eind van de zomer. Dus om en nabij september of zo. September, augustus-achtig. Oh, kijk nou. Dat is wel een hele leuke hoor. Dit is ook heel gezellig. Die zit lekker te zingen. Zo. En daar waren er ook twee. Jezus, je hebt het over Snelweg Games en ze poppen op als paddenstoelen uit de grond. Ja, het is dat ze mij niet had gezien, anders had ik nu vingerend langs de A13 gestaan. Hou je, hoe zeg je dat? Hou je het in de smiezen? Maar ja, ze zit nu achter me. Ik denk dat ik het kan even zien. Nee, nou helaas. Dit wordt vingeren geblazen. Ik ga even mijn best doen en ik hou jullie op de hoogte. Jongens, doe mee met de Snelweg Games. En hele fijne Snelweg Games allemaal. Hele fijne Snelweg Games allemaal. Ik zet hem weer even aan. Dan ga ik weer even langzaam rijden. En dan hoop ik maar dat ze me ziet. Want mijn vinger is best wel droog vandaag. En die kan... Ja, die kan wel een lekker luchtje gebruiken. Nee. Ze is te druk bezig. Ik denk met een andere... Ja, met een andere Vincent. Ik denk een soort... hoe noem je dat? Een dubbelganger van mij. Dat is wat ik denk. En ja, mochten jullie denken... Jezus, wat is die Vincent een arrogant ventje? Dan moet jij lekker weten. Dat zegt van alles over jou en niks over mij. Dat zegt eigenlijk zegt dat alles over jou en niks over mij. Ja? Dat zegt wat over jouw onzekerheid. En mijn ontzettende coolheid en kickenheid. En ja, de Snelweg Games godfatherheid. Maar goed, we waren eigenlijk al klaar. Ik zou zeggen, let the games begin. Well, als het goed is, wordt er een van de snelweg gehaald door de Snelweg Games motoragent. Ja, en die spelen vals, hè, die motoragenten. Want die kunnen jou gewoon langs de kant zetten en zeggen, pijp me maar even, we krijgen geen bekeuring. Oh, daar zijn jullie. Dus dat is, ja, politie speelt altijd vals. En dat noemen ze, net als politici... Dat noemen ze corruptie, maar goed, er zijn maar weinig politieagenten, politici, rechters en ander schoren wat tegenwoordig niet corrupt is. Dus daar zullen we een stokje voor moeten steken. Iedereen is nog slapende en bang en weet ik veel wat allemaal, bang om zijn centjes te verliezen en zijn ego en dat allemaal. Dus de politie is naarstig op zoek en dat moeten zij lekker weten. Maar ik ga me bezighouden met belangrijkere dingen in het leven. Vagina.